Zitten nog walstekens op dit spoor? Even kijken. Ik kijk rechts, kijk jij links. Kijk maar van de buitenkant. Het spoor zou ongeveer hier gelegen hebben, hè? Ja. Maar een vrij breed perrons, dacht ik. En dan ging het hier zo verder naar richting Delfzijl. Ja. Victor en Michiel struinen het hele land af op zoek naar oude wonden van beton en ijzer. Nou, hier het stootje. Verder kan de trein niet meer. Maar daarachter gaat het spoor nog wel eventjes door, maar het is helemaal overgegroeid. Dat is wel het leuke aan deze lijn, dat al die dingen die in 1885, 1886 hier geplaatst zijn voor die spoorlijn, hekjes, stenen, bordjes, een heleboel is er nog van aanwezig. En dat is eigenlijk best uniek, want we zijn een heel opruimerig landje. Maar deze spoorlijn ligt kennelijk een beetje buiten het zicht van NS en ProRail en heeft nog heel veel authentieke details die je in het veld kan terugvinden. Kilometerbordje, 45.4. Eens kijken. Moet je kijken, helemaal een soort Dalí-boom over het hek heen gegroeid. Organisch geheel. Je kan het hek dus ook echt niet meer van zijn plek krijgen zonder die boom ook om te zagen. Ja. Ja, het is een prachtig litteken in het landschap wat er zo achterblijft. Okay. Woudenberg Scherpenzeel. Nog in Woudenberg, nog in nog Scherpenzeel. Nog in Scherpenzeel, ja. Net zo ver van Woudenberg als van Scherpenzeel. Ja. Kijk, je kan hier aardig zien de dingen van die afgebroken middengebouw zien wel. Er zit... Dat is wel mooi, hoor. Ja, en die kozijnen, moet je kijken. Ja. Ongelooflijk, hè. En die kozijnen kan je zien dat het origineel is, maar... Nou, jammer dat het de zijvleugel afgebroken is. Die hebben ze in de jaren 60, geloof ik, eraf gehaald. En hebben ze die wat smakeloze goederenloodsen tegenaan gebouwd. Ja. Ja, het hoort er uiteindelijk toch ook wel weer bij, hè? Ja, ja, dat maakt ook, dat is ook de charme van zo'n station, hè? Ja. Het is een nutsgebouw, hè? Dat is mooi, hè? Hoe die spoordijk hier al aardig op hoogte is gekomen. Ja. Zometeen de klim naar... de kruising met de spoorlijn naar Arnhem te kunnen maken. Hier ligt nu de weg die we beneden ons zien en dan heeft het station, het oude station daar gestaan. Ja, bij dat kruispunt. Daar, net voor het kruispunt. Ja. Net voor het kruispunt, ja. En daarachter de brug met die mooie kasteeltorens. Is er qua verkeer nou even iets drukker dan hier, ja? Ja, ontzettend, hè? Nou. Laat het maar door hier. Ja. Zo. Nou, is toch jammer hè, dat hij die spoorbrug de oorlog niet overleefd heeft. Ja. Bombardementen hebben een aantal spoorbruggen verwoest. Maar de opkomst van de auto na de Tweede Wereldoorlog heeft een nog veel grotere impact gehad op het verdwijnen van spoorwegen. Dat zijn de rode lijnen. De net opgerichte NS begint meteen onrendabele trajecten op te heffen. De laatste jaren zijn daar de HSL, de Hanze en Betuwelijn bijgekomen, maar in totaal is er 1200 kilometer aan trein- en tramspoor verdwenen.